Of ik mijn YouTube-kanaal naam moet veranderen naar Senne. En dan mocht jij eens een keertje rijden met de cabrio. Ja, jongens, dat is al de toerisme. Kijk eens, zijn ze toch weer thuis hoor, de mannen. Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. We zijn lekker opgestaan vandaag, ik heb al even een douche genomen. En zo meteen gaan we dus vertrekken naar de dierenarts, want katten die worden vandaag gecastreerd. Als het goed is, dan heeft Boze al vastgezet. We gaan eens even kijken waar ze zitten. Oh, kijk eens. Hey, poesjes. Goedemorgen. Oh. Ja, we gaan ze nu dus weer meenemen in dit kooitje naar de dierenarts en dan zijn we ze gewoon de hele dag kwijt. Dan moeten ze echt tot straks daar blijven. Ja, het duurt natuurlijk waarschijnlijk ook wel even om die operatie uit te voeren. Ja, best wel spannend. Ik heb er zelfs over gedroomd. Ja. Dus, ja, ik ben benieuwd. Oh, kijk dan. Oh, ik vind het zo zielig, mensen. Goed, ik ga snel de deur dicht doen. Ik kan hier echt heel slecht tegen. Dit is echt niks voor mij. Maar ja, snel de deur dicht, dus zo. En dan kunnen we sneller vertrekken. Dan gaan we hier de auto instappen en op naar de dierenarts. Zo, daar zitten we dan weer. Katjes zijn afgezet. Gek, hè? Ja, heel raar. Normaal nemen ze altijd wel terug mee. Maar nu, gewoon pas straks om 7 uur in de avond, mogen we ze terug gaan ophalen. Spannend. Ja, ik vind het echt kut zo'n ding. Ik doe dat echt niet graag. Nee. Het is gewoon zo, ja. We hebben ook gewoon doei gezegd. Maar je weet dan niet gewoon... Niet gekeken. Je weet dan gewoon hoe chill ze het thuis vinden. Dus ja... Goh, en Cito is ook nog zo... Carlos. Kijk, Puri die, die ziet er gewoon zo al volwassener uit als Carlos. Maar Carlos is echt zo'n zielig jongetje nog altijd of zo. Ja, komt wel goed. Oh, wat een weertje, mensen. Wat een weertje. Wij zijn nog even gestopt bij de appie, dus zoals jullie zien. Even ontbijt halen, ook voor straks avondeten. Maar het is echt een herfstweertje. Oh, wacht, ik moet de auto open doen misschien. Zo, ik denk wel dat ik dit vaker ga doen zo in de ochtend winkelen. Super chill, want dan is er echt gewoon nog niemand. Ook echt gewoon op de parking duidelijk verschil met gewoon als je na middag komt. Dus Oh, ja, het was echt rustig. Chill, hè? Amai. Zeg het net, we moeten dit vaker ik doen. Ik kom altijd als ik moet aanschuiven aan die dingen. We zijn weer terug thuis in het BFAM huis. En dat rijmt. Kijk eens, mooie BFAM hier op de muur, BFAM op de nummerplaat. En dat film ik met een reden, mensen. Want ik heb zo net een story geplaatst op mijn Instagram met de vraag of ik mijn YouTube-kanaal naam moet veranderen naar Senne. Dan zou het er dus zo uitzien. Kijk eens. Dan staat er gewoon Senne. Of moet gewoon ja, de naam BFAM blijven. Waarom zit ik daarover te twijfelen? Ik ga even mijn mening daarover delen. Ergens vind ik Senne persoonlijker. Omdat ik natuurlijk elke dag mijn leven film. Het gaat dus ook echt over mij en ik ben Senne. Maar ergens vind ik BFAM ook gewoon zo vet. En we hebben er nu al zoveel mee gedaan. Dat, ja... Het helemaal schrappen zou pijnlijk zijn. Het helemaal schrappen zou sowieso pijnlijk zijn. Als ik mijn naam zou veranderen naar Senne, hou ik sowieso wel de BFAM merch. BFAM als merk ook, omdat ik het nog steeds een super vette naam vind. En ja, mensen kennen nu ook. Ze kennen mij nu wel, of ja, iedereen die nu kijkt, die kent mij gewoon als BFAM. Maar soms denk ik er wel eens over, omdat ja, dagelijks vloggen is toch echt heel persoonlijk, dat Senne dan beter zou zijn. Het ziet er wel heel raar uit. Maar ja, ik heb nu dus een Instagram story gemaakt. Hè? Gaan we nog niet kijken? Nee. Binnen een half uurtje. Een half uurtje. Oké, binnen een half uur gaan we kijken. Ja, hoe denken jullie daarover, mensen? Laat het vooral weten in de comments, want het is echt iets waar ik al een hele lange tijd mee zit. Ik heb het volgens mij ook al eens gevraagd in de vlog. Gisteren nacht ineens. Ja, ik heb echt niet kunnen slapen de afgelopen nacht, omdat ik er echt de hele tijd over aan nadenken was. Maar mijn BFAM ben ik wel of zo. Maar toch, Senne is persoonlijker. Senne zit je ook, hè? En ja. Je zit beide. Ja. Ja, dat is echt moeilijk. Ik vind dat, wat vind jij? Je kunt niet kiezen. Dat is zo precies afscheid nemen van... Nee, maar dat is gewoon kiezen tussen Carlos en Puri. Nee, ja. Dat is toch wel iets heel anders. Ja, we hebben nu ook zowel heel veel dingen gedaan met BFAM. En ook natuurlijk die muurschildering. En ik vind het ook heel leuk dat mensen, als ze u zien op straat... Hey, yo, BFAM, altijd zo. Ja, maar dat is dus mijn vraag gewoon. Vinden jullie dat persoonlijk genoeg? Want ik heb natuurlijk gewoon die naam gehouden eigenlijk van toen ik nog DJ was. Ja, dan ga ik natuurlijk niet draaien onder mijn eigen naam. En heel veel mensen hebben ook wel gezegd tegen u... Zou je niet gewoon je eigen naam nemen? Hoeveel heb je dat al als... Inderdaad. Tip gekregen. En Senne zegt altijd, ja, maar dit is
Beefen ben ik, ja. Ik ben en dan zo Acid. Maar ben ik met Beefen? Dat is de vraag. Is dat misschien een stukje verleden tijd ondertussen? Want ik ben er natuurlijk mee gestart als DJ. Ik heb heel veel gedraaid onder die naam. Maar misschien is het gewoon tijd om dat nu als gewoon merch enkel te gebruiken en dan mijn kanaal naar Senne te veranderen. Ja. Het gaat sowieso wennen zijn. Ik vind het er echt heel gek uitzien. Maar aan de ene kant is het wel gewoon echt persoonlijker, vind ik. Zeker als dagelijkse vlogger moest ik nu andere soort content maken, dan kon dat nog wel. Maar dagelijks vloggen vind ik echt heel persoonlijk. Dus dan is misschien mijn naam beter daarvoor. Dat ziet er echt gek uit. Ja, zo heb ik het dus even op mijn story geplaatst met de vraag en een poll. Dus. Ja, dat is echt een ding waar ik mee zit, mensen. Ik vind het zelf heel moeilijk om daarover te beslissen. Maar als jullie misschien mij daarin kunnen helpen met jullie meningen te delen van kijk, dit vinden wij beter of Senne werkt misschien beter en dan Beefen als kleding. Kunnen het misschien een beetje vergelijken met een Enzo. Enzo heeft ook gewoon zijn eigen naam op zijn YouTube kanaal, maar die heeft natuurlijk wel nog steeds Knolpower kleding. En die noemt ook niet Knolpower. Nee. Maar dat is wel nog steeds zijn merk. Ja. Zo kunnen mensen het dan een beetje vergelijken. Ja. Zo zou ik het ook doen, want ik wil nooit helemaal weg van de naam BFM. Ik vind het er super cool uitzien op kleding. Het ziet er gewoon, het is als gewoon brand, een vette naam als brand. Maar ik zelf ben dan misschien gewoon, gebruik misschien zelf beter mijn eigen naam op mijn YouTube kanaal om de vlogs persoonlijker te maken. Soms is ook wel de vraag van hoe noemt jij eigenlijk? Ja, wat is je echte naam? Ja, daarom. Laat het vooral weten in de comments, mensen. Ik ga het niet te lang maken, maar vooral jullie mening. Maar deel vooral jullie mening in de comments. In ieder geval, wat ik dus net ook al zei, we zijn lekker thuisgekomen in een lekker warm huis, wat ook super chill is. Wel zonder katjes. Het is heel gek om hier rond te kijken zonder poezekatjes. We hebben dat natuurlijk ook al een paar keer gehad met bezichtigingen, maar dan zijn we echt bezig. En nu zijn we voor de eerste keer sinds we de katjes hebben thuis. Zonder gewoon thuis zonder hun. Dat is echt heel raar, hè? Het is heel dood. Heel stil. Dus. Hoezo, daar ligt geen kat waar ik even kan. Ja, of Carlos die niet om de 5 minuten of 5 seconden miauwt. Het duurt zo lang. Ja, het is echt, we moeten echt lang wachten, mensen. Pas straks om 7 uur in de avond mogen ze weer gaan ophalen. Ik ben benieuwd hoe ze dan gaan zijn. Mijn mama heeft dat dus ook eens gedaan met haar katten. Die heeft ook 2 katten. Maar die hebben we toen apart gedaan. En dat was een mannetje en een vrouwtje. Dus de een werd gecastreerd, de andere werd gesteriliseerd. En omdat die dus apart gingen, bleef natuurlijk de andere thuis. En wanneer die kat van de dierenarts kwam, dan ging die kat die thuis zat daar op hissen. Dus zo, dat doen. Omdat die dus helemaal rook naar dierenarts. Maar ja, dat gaat dus waarschijnlijk niet zijn met onze kat, omdat die alle 2 tegelijk binnen zijn. Maar ze kunnen misschien wel nog zo'n beetje, ja, wavy zijn. Een beetje on drugs. Door natuurlijk de medicatie en het in slaap, hoe noemt dat, narcose? Heet dat ook zo bij dieren? Ja. Volgens mij wel. Dus ja, ik ben echt oprecht super benieuwd hoe ze gaan zijn. Ook wat wel een dingetje is, ze gaan niet direct veel rustiger of veel dikker worden, want dat gebeurt wel na een castratie, maar natuurlijk niet de eerste paar uur. Dat gaat echt iets van dagen of weken zijn zelfs. Dus dat is ook wel leuk eigenlijk, hè? Dat ze niet zo ineens helemaal anders zijn. Dat ze wel nog gewoon hun eigen blijven. Allee, dat hopen we toch? Ja, dat hopen we. Dus ik ben zo benieuwd. Oké, we zijn nu even een half uurtje later. Laten we eens even checken wat de uitslag is van Beefen of Senne. Ja. Wat de mensen gestemd hebben ondertussen al op Insta. Ja, het is nog geen beslissende uitslag eigenlijk. Nee. Het is nu van een half uurtje gaan checken. Oh, 70% stemt gewoon Beefen. Holy shit. Dat had ik wel niet verwacht. Oh, en er zijn echt veel stemmen. Oké, in een half uur hebben 55 mensen Beefen gestemd en 28 mensen op Senne. Oei, joh. Echt veel mensen. Maar het loopt wel nog. Maar toch ook een paar mensen die voor Senne. Ja. Yeah. Ook veel, ja. Bijna 30 mensen. Ah, nu vind ik het moeilijk. Het is 70%, maar toch vind ik het moeilijk. Ja, dat is waar. Dat is waar. Oké, dit is gewoon. Ik zag dat het nu al aan het veranderen was. Dit is gewoon de uitslag van na een half uurtje, mensen. Het gaat er nog 24 uur op mijn verhaal staan, dus. Dit is nu al een paar procent. Ik zeg niks, maar. Misschien moet ik gewoon nog even een story plaatsen met mijn mening. Mijn ideeën over beide namen. Mijn meningen, wat ik vind over de beide. Maar laat ze eerst naar. Want misschien, mensen stemmen misschien gewoon op Beefen, omdat ze denken dat dat volledig weggaat. Maar ja, dit blijft sowieso en het merk blijft gewoon, hè. Dus je vindt het echt niet leuk. Ik weet het niet. In mijn hoofd is gewoon dagelijks vloggen echt iets heel persoonlijk. Dus vind ik dat daar echt gewoon mijn persoonlijke naam bij hoort. Die mening deel ik wel. Maar ik deel ook de mening dat ik al super lang als Beefen bezig ben en dat ik dat een vette naam vind. Maar aan de andere kant, ja, er zijn zo vaak mensen die vragen wat is je echte naam en hoe spreek ik het uit? Want Beefen is
een moeilijke naam om uit te spreken als je niet weet hoe het gaat. Heel veel mensen zeggen BFAM of BFAM of van alles heb ik al gehoord. BFAM. Of BFAM. Dus ja, op die manier is Senne wel makkelijker uit te spreken voor ons als mensen die Nederlands praten. Maar als een Engels BFAM is wel cool. Ah, ik weet het niet, mensen. Dit maakt het echt nog moeilijker eigenlijk. Ik weet echt niet, ja, ik weet het nu echt niet. Oké, mensen, ik heb dus ook een paar reacties gehad op mijn Instagram story in de comments zelf. Of in DM bedoel ik dan. Iemand zegt, BFAM is iets unieks, Senne wordt veel gebruikt. Ja, dat weet ik niet. BFAM is inderdaad wel uniek. Maar zoals ik net ook al zei, sommige mensen vinden het moeilijk uitspreken. En Senne is aan de andere kant ook wel uniek, want dat ben ik gewoon. En dat past gewoon echt bij mijn leven, want dat is wie ik ben. Ben ik nu te veel naar de Senne kant? Ja. Dan is er nog iemand die zegt, BFAM is wel herkenbaarder nu dan Senne, maar vindt zelf Senne mooier plus meer origineler met zoeken. Kijk, die vindt dan Senne weer origineler. Ja, origineler. Terwijl BFAM is ook gewoon, ja, het enige wat je soms, waar je soms op uitkomt is dat liedje van Martin Garrix. Dat noemt ook BFAM. Stond ook voor dezelfde ja, betekenis als mij vroeger. Want vroeger was ik natuurlijk een DJ-duo met twee. Ik kreeg die vraag nog zo vaak, hè, wat het betekende. Ja, dat wist ik wel. Dus ja, dat komt gewoon van vroeger. Toen ik nog een DJ-duo was, toen betekende BFAM Brothers from Another Mother. Oftewel, broers van een andere moeder. Omdat ik ook een DJ-duo was met een kameraad van mij. En we waren gewoon echt broers van een andere moeder. Maar nu, ja, ben ik gewoon BFAM, dus het betekent niet meer echt iets. En dat is natuurlijk ook wel soms een reden om gewoon de naam alleen voor de merch te houden. En gewoon terug mijn eigen naam Senne te kiezen. Oh, ik vind het zo moeilijk, mensen. Ergens lijkt het me heel vet om een gewone naam te hebben. Maar BFAM, ja. Ik heb het nu ook al zo lang of zo. Genoeg over de naam. Laat het vooral weten in de comments wat jullie denken. Oké, de katten die zijn nu dus weg. Die komen straks pas terug. Maar we hebben wel een cadeautje meegenomen. Kijk eens. Gekregen. Hebben we van mijn mama gekregen. Dus hebben we even snel gestopt. Om dus dit uit te halen. Want het is een... ja, eigenlijk hebben we dit hier al. Hè. Kijk. We hebben dus deze... Vinden ze helemaal geweldig. Vinden ze helemaal geweldig. Ik weet niet, wat is dat eigenlijk? Een soort een huisje kat? Met zo een balletje aan. Een kattenhuisje. Staat nu tegen de verwarming, omdat het natuurlijk lekker warm is. We hebben nu nog eentje, gewoon een kersteditie. Ja. Dus dat gaan ze ook helemaal geweldig vinden, dat weet ik nu al. Ja, want het is altijd vechten wie in het huisje gaat liggen. Zo. Ja, inderdaad. Soms zitten ze daar echt met twee in. Leuk kleurtje ook. Normaal is het niet moeilijk om... kijk. Het is toch weer helemaal top dit. Het is groot, hè? Ja, kijk eens. Wauw. Kussentje en alles. Dat is echt keileuk. Oh, dat past zo leuk bij de kerst. Oh. Ja, dat is echt leuk. Dat is echt leuk. Waar gaan we die zetten? Hier. Hier gewoon? Kunnen ze komen ruiken als ze terug thuis zijn? Ja, sowieso. Oh, ik mis ze wel. Staat er lief bij. Ja, dat is echt gek, hè, zo zonder katten. Ja. Nou, dan kan dus iemand hierin en de andere die kan daarin. Misschien dat we ze nog eens verwisselen of we verplaatsen ze nog eens. Soms verplaatsen die ook zelf, hè. Ja, dat ding, dat vliegt hier echt rond in het huis. Die verplaatsen overal en dan ligt die ligt altijd ondersteboven daarin. Ja, deze morgen ook weer. Ik kwam hier binnen, er lag een BFAM hoodie op de grond, er lag een trui van Bo op de grond. Ja. Wat lag er nog allemaal? Een flesje drinken, denk ik. Uw laptophoes. Lag ook op de grond. Ja, je moet echt opletten bij die twee. Zeker als ik geen eten haalde. Ja, omdat ze waarschijnlijk verveelden ze hun. Of kwaad, inderdaad. Ik sta momenteel buiten mensen en dat heeft een hele leuke reden. Want, kijk eens, buurman Gijs is er ook weer bij in de hottest merch. We gaan iets leuks doen. Ik heb, even kijken. We gaan droog staan. Ik heb voor u de sleutel. En dan mocht jij eens een keertje rijden met de cabrio. Het leuke daaraan is... Het is sowieso moeilijk rijden met die auto, omdat die al oud is. En het is een naftje, dus dat betekent hè, moeilijk schakelen. Wat het leukste nu is... Ja, misschien dat jij er heel goed mee kunt rijden, maar hij is nu koud, dus dan is het nog 10 keer moeilijker. Dus je zegt dat ik niet goed kan rijden, ja, met mijn auto. Nee, ik zeg gewoon dat deze moeilijk rijden is. Sowieso altijd. Maar koud is hij wel echt nog moeilijker. Dus ik zou zeggen, stap in. En dan gaan we het proberen. Is dit niet de auto van? Of? Dit is de auto van... Kijk, hij moet al de deur handmatig open doen. Wow, dat is heel gek om hier te zitten. Ik ga ook even de GoPro installeren. Mm, het is wel heel leuk om hier te zitten. Of dat... Ah, dat is Simke en zijn batterij. Yo, hoe nice is dat? What the fuck? Ik vind het contact niet eens. Wow, maar hoe licht Bo hier eigenlijk in? Hoe besef ik dat pas? Zag je die vlog in die week toen we naar... ik weet niet wanneer. Toen keek ik en Gijs zat zo heel recht en Bo... Ja, dat zei ik ook tegen haar. Zo zag ik die. Bo ligt altijd zo helemaal anders uit. Ah, zat ik ook op? Ja. Nee. God. Oké, vertrek maar, hè.
Als je, ah, je weet hoe mijn achteruit moet. Ik zie niet eens iets. Hoe werkt dat? Ja, zoek maar uit. Oh, waar is dat? Ah, nog. Ja, kijk, precies. Oké, okay, dat gaat eigenlijk al veel beter dan ik had verwacht. Je nog gas geven en dan werkt dat. Oh, ik dacht echt dat je ging stilvallen. Ik hoopte dat. Oh, 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 oh. Oké. Dan ging even iets minder. Ja, dat rijdt wel fijn. Ja, dat is toch een topauto? Ja, dat is raar om hier eens mee te rijden. Ja, besef, ik heb er nog nooit mee gereden. Ja. Oh, oh, oh. Je hebt voorrang, hè? Ja. Wow, gereden, ik ben echt verbaasd van hoe goed je dit nog kunt. Zeker. Dat is echt een moeilijke auto mee te rijden. Ja, dat is wel fijn dat die achteruit zo goed is. Ja, in de spiegel ziet je wel echt niks van de achteruit, inderdaad. Wow, nu ik aan deze kant zit, zie ik ook gewoon dat hier een schroef doorheen zit gedraaid. Ah, dat je niet. Nee. Ja, ik zit al aan die kant. En hoe vind je het sturen? Zo van nog. Stuur hem lekker. Gaat toch goed? Ja, gaat prima. Ik snap wel, dat was eigenlijk een kutruit. Ja, de ruit is inderdaad echt... Nu valt het nog mee, maar... Oh, oh, oh. Oké. Okay. Oh, ga jongen, sorry. Oh, dat is wel leuk. Het is wel echt kut, hieruit. Ik zie echt weg. Ah, maar kijk, wow, nu besef ik dat pas. Kijk, ik zie hier nog best goed, maar bij Gijs is het zo helemaal... Ja, op camera ziet het nog altijd beter, maar het is hier helemaal aangewasemd. Dat is dus echt het stomme aan die auto. Hoe hoog staat dat water hier ineens? Hoe raar is dat? Oh ja, oh ja. Ja, kijk, hier zit je het al helemaal goed. Dit is helemaal aangewasemd, die kant ook. Wel warm hier. Ja, daar had ik het pas over met Bo, hoe snel deze auto warm wordt en hoe warm. We zijn weer even naar het mooie Schulersmeer gereden hier. We waren net aan het beseffen... Oh ja. Daar lagen we bijna. We waren net aan het zeggen, mensen, hoe vet zou het zijn als dit eens een keertje helemaal dichtvriest. Vroeger was dat dus, hè. Ja. Echt, als wij nog heel klein waren, dan vroor dit meer dus helemaal dicht, kon hier schaatsen. Maar dat is echt al lang niet meer geweest. Zou wel nog eens een keer vet zijn. Maar jij zei net ook al, als we dan daarop kunnen en van daaruit vuurwerk kunnen afsteken bij nieuwjaar. Dan kom je met zo'n kleine pitbike. Ja, inderdaad. Goh, dan kun je daar zo lekker over... Ja, dan kun je zo in zo van die, wat zijn dat, die landen, zo Noorwegen en zo. Ja. Op zo van die bevroren meren rijden met quads en zo. Ja, ik denk niet dat dat hier nog gaat gebeuren. Wees ervoor. Dus daar maar... gaan we volgende week naar Noorwegen. Jij zei wel dat volgende week al gaat sneeuwen in Ardennen. Zijn we. Hey. Ik ben daar. Met die auto. Dat is goed. Ja, kou gaan we niet hebben. Nee, kou gaan we niet hebben, inderdaad. Die auto is er wel echt top voor. Daar met slee achter. Zou toch top zijn? Uw raam staat ook gewoon nog open. Ja, wie verlocht hem. Zo, zitten we weer. Maar, het staat nog niet op. Ja, jammer van de regen, anders konden we even het dak open doen. Dat kan nog steeds eigenlijk, hè. Maar. Oei, het staat nog niet vooruit. Ja. Staat er eigenlijk iets achter aan zo'n pluim? Ja, dat kun je dus niet zien met deze auto. Dat is nee, de uitdaging. Blijf gewoon achteruit rijden. Oh. Dat was de derde, denk ik. Dat was vijfde zelfs. Echt? Nee. Nog eens proberen. Gaat het wel goed? Komt er niks? Ja. Ja, ja, ja. Oh, oh. Ja, gewoon een vijfde getrokken. Wat een vijfde. Dat was vijfde. Nu zit je al in vierde. Ja, teruggeschakeld. Gebeurt hier weer allemaal. Yes, van topauto. Hey, die kan gewoon een vijfde vertrekken, wie kan dat zeggen? Dus eigenlijk heb je alle andere nest niet nodig. Nee, je kunt gewoon drive. Dit is eigenlijk een automaat. Je moet die gewoon een vijfde zetten. Nee, en dan kun je rijden. Nu zijn we aan het praten. Kijk eens, we zijn weer thuis. Weet je wie wel echt moeite heeft met deze auto? Want je hebt het echt goed gedaan, hoor. Bo, als hij gewoon nog maar deze auto moet verzetten, dan stottert hij dus gewoon superveel, hè. Bo, nu rijden. Dan valt hij helemaal stil. Nou, even kijken of er iemand thuis is. Ik heb sleutel niet mee. Hey, mevrouwtje. Het is nu aan u. Kom. Nee.
Waarom niet? Kom. Kijk, dat bedoel ik dus. Kom. Het is aan u. Jij mag nu rijkunsten laten zien. Laat aan de YouTube-wereld zien. Ik kan daar niet meer rijden. Ja, maar dat is toch net grappig. Kom. Jezus. Ja. Nu moet ze wel... Oh. Ja, hier, kom. Trouwens, Riek is aan mij. Ik heb vies goede deel. Toch? Frisjes, frisjes. Jij ook? Kom, dit wordt geniaal. Oh, al het erbij. Oh, laat, het wordt al gestart en al. Oh. Moet ik zeggen als je er bent, ik kan hier door. Ja, kom ja. Maar. Oké, daar gaan we. Dit gaat toch super? Wat zit ze te zeggen dat ze daar niet mee kan rijden? Ik heb nog niet eens vooruit moeten rijden. Ja, als je achteruit kunt. Ja, het is goed. Maar nu is die wel warm, hè? Twee dat is ook al waar. Hij is wel warm. Ah, oh, fuck, je zit die L vergeten ophangen. Wat lieg je zo? Wat zit je zo te zeggen? Je zegt dat je niet met die auto kunt rijden. Wat zit je? Oh, rustig, rustig. Binnenbord, alles. Het is zo snel op die... Dat klopt toch niet? Ja, nee, dat klopt allemaal niet. Zit ik nu al een vierde versnelling? Ik weet dat niet. Hoe vaak heb je eens geschakeld? Oh, wat was dat? ABS. Hoorde je dat? Ja. Viel er iets op de weg? Nee, dat was gewoon die auto, ja. Oh. Even reffen dan maar. Perfect. Dat is toch goud. Ik vind dat het warm. Jullie zeggen allemaal dat het niet gaat, maar... Maar nu is die warm gereden. Ja, hij is wel warm gereden, dat is wel okay, waar. Oké, laat hem afkoelen en binnen een half uur nog. Maar krijg ik die toch niet verzetten? Ik vind het toch heel goed gaan, hoor. Sorry. Dat was de rem. Dat was de rem, ja. Goed parkeren, hè? Kijk eens, zijn we weer. Nou, ging toch goed, dit? Nou. Proficiat. Slaagd. Geslaagd. Ja, ik dacht, het ging echt grappig worden met Bo die helemaal stil gaat vallen en zo, maar... Ja, het ging nog best goed. Hoe geniaal is dit, mensen? Ik doe even mijn raam omlaag. Kijk eens. Wat? Hoe vet is dit? Wow. Hey, zo stond er ook in de B&B, hè? Ja. Bij Sammy, weet je nog? Oh, nu gewoon hier zo'n groene. Wow, en dan met overkapping. Gosh. Wow, is wel proper. Ja, is toch lachen dit, zoiets. Kijk dan. Ja. Zouden we anders niet gewoon zoiets kopen? Helemaal rappen in B&B. En daar, ja. Son of Aas. Ja, mensen, we zijn nog steeds aan twijfel over de naam. Maar we zijn er wel al uit, of ik ben er eigenlijk al uit. Als ik hem verander, is het sowieso naar Son of Aas, mijn YouTube-kanaalnaam. Dan is het gewoon volledige naam Son of Aas. En anders blijft het gewoon B&B. En sowieso ook, als ik hem verander naar Son of Aas, als ik hem verander naar Son of Aas, dan blijft B&B sowieso bestaan in de kleding. En gewoon als brand. Dus daar ben ik al over uit. Gijs, wat is hier gaande? Hier staan gewoon echt een hele groep oudjes voor de dierenwinkel te vergaderen. Kijk dan. Super random. Wat heb je? Oh, zit je op je poten gevallen? Oh mijn god, dat is toch geniaal gewoon. Oh, laat eens zien. Wow, dit voor de katten. Maar dit is wel voor honden, maar kijk. Ah ja, dit is voor de katten, ja. Ja, is toch geniaal. Of zo'n hele trui. Dat is ook wel lachen. Oh. Kijk dan. Oh, dat zou zo cute zijn. Dit lijkt me dus ook super vet voor de kippen, mensen. Ja. Dit is een automatisch poortje als het goed is. Is dit automatisch? Nee, niet eens. Jawel. Nee, deze niet. Jawel. Dit is met een koordje. Kijk, daar moet je van achter. Maar dit is wel automatisch. Kun je dus gewoon zo... Ja, is wel duur natuurlijk. Maar ja, überhaupt een kippenhok is heel duur. Kippenhokken zijn echt duur. Maar dan zou ik dus echt met zo'n automatisch deurtje willen. Want ja, nu... doe ik nog zelf steeds elke ochtend en avond het deurtje dicht van de kippen. Maar het is gewoon ook eens nice voor als we weg zijn op vakantie of zo, dan kan dat gewoon automatisch gaan. Maar de reden dat wij naar de dierenwinkel kwamen was gewoon even voor kattenzand. Lukt het ja, met dragen? Het is zwaar. 12 kilo, dus moet lukken, hè? 4 keer Cito. Ja, zeker. Ik had ook even binnen gevraagd aan de kassa mensen waarom er zoveel gepensioneerde mensen stonden hier. Allemaal zoveel oudjes. En die maken dus echt legit... Oh, de sleutel, even zoeken. Ja, die maken dus echt legit een uitstap naar de Horta. Al die oudjes, grappig hè? Komen allemaal naar de kerstspullen kijken. Kijk, daar komt Gijs ook aan, die heeft ook nog iets gekocht.
Heb je een lekkere snack gekocht, jongen? Ja, ik had honger. Hongertje. Ik heb voor u ook hier. Eentje bij. Ah, echt? Een lekker bordje met beefbone. Oh. Struisvogel. Oh, dat smaakt altijd wel. Ja. Ja, op een dag wil ik toch echt rijden in zo'n auto en dan zeker in zo'n warm land. Eigenlijk hadden we dat echt in Spanje moeten doen, hè? Mocht, maar die heeft er niks meer van gezegd. Ja, inderdaad, we mochten toen. Toen die zat was. Kijk, kerstman rijdt nu weg. Pas maar op. Ja, echt in zo'n Spanje of zo, zou wel lachen zijn. In de bergen dan echt. We zijn even lekker aan het eten, mensen. Ik heb mijn mond nog niet leeg gegeten, maar dit vind ik dus zo lekker, hè? Pepersalami. Wat vind jij daarvan? Minder. Nieuw ding. Ja, ik vind dat dus... salami. Kalkoensalami, vind je dat lekkerder? Oh, dat ken ik niet. Ja, ik vind het dus echt top met zo'n peperrandje. Dan daar ook, heb ik nu daar kaas bij. Lekker hoor. En dan zo meteen na het eten gewoon een lekkere reep melkchocolade. Oh, lekker. Wat doe jij? Dat doe ik alleen. Af en toe. Oké, mensen, ik moet even de deur open doen voor Gijs. Die zei, doe de deur al filmend open. Merchant. Kijk, dat gaat toch niet mooi zijn als Senevaas merch. Maar nee, daarom, als ik mijn naam naar Senevaas verander, blijft de beef en merch. Het blijft gewoon mijn brand. Maar goed, man. Dit is het niet. Wel geniaal. Zo kunnen we het wel even zien, inderdaad. Maar nee, dus je hebt gelijk, dat past niet. BFM is nicer op de hoodies. Wauw, kijk eens hoe mooi dit is. Alleen jij niet. Jij support mij niet. Nee. Kom, maak dat je weg zit. Terug naar je eigen. Senevaas of BFM? Nee, BFM merch blijft, hè. Dat is wel echt ja, een ding. Ja, dat is wel vet. Ik heb net ook een story gemaakt, dus nog maar eens een story. Ik heb een tip zo, hè. Ja. Bo, gaat even koken. Ik ga even naar u thuis. Nee, ik ga naar huis, hè. Doei. Dag, vloggertjes. Zit je blij met de hoodie? Ja, vet hè. Je zus gaat wel jaloers zijn, denk ik. Die, nu. Ja, bfmshop.be. Oh, de versiering is weg. Ja. Ah, toch niet. Alleen de taart nog. Ah, en de dingen. Ligt er nog. Nice, dan komt hij bij mijn verjaardag ophangen. Moet je een jaar bij, joh. Ja, waarom ligt het hier nu? Ik achter hem. Oh, joh, al die snorren. Wow. Hoe laag het hier nog? Ja. Oh, joh. Ik had die onder mijn bureau gegooid. Oh, vergeten. Oh, wat ruikt het hier lekker. Bo is lekker eten aan het maken, lekkere kip. Er zit flatbread in de oven. En hoe lief is dit eigenlijk? Je hebt mij gewoon als achtergrond gezet. Je hebt dat gedaan. Nee, dat heb ik echt niet gedaan. Ja, nee, de Heilige Geest tegen. Ja, dat meen ik. Het is gewoon vanzelf gegaan. Ik zou het niet wegkrijgen. Ja, niet denk ik. Ik denk dat er echt van altijd om ligt. Ik denk het echt. Ja, is toch lief. Hé. Hey. Wow. Ik zal voor nu even jou. Ah, dat is lief. Zo, dames en heren, wij zitten inmiddels alweer in de auto. We rijden net Hasselt Centrum uit, omdat we hier even nog een BFM hoodie waren gaan leveren, zelf. Normaal doe ik die natuurlijk altijd op de post, behalve als er mensen zijn die redelijk kort bij wonen. Dan denk ik van, ah, het is misschien leuk als ik die zelf ga brengen. En ik denk dat deze persoon, dit meisje, het ook leuk vond, hè. Dus als je het kijkt, geniet van de hoodie. Blij dat je besteld hebt, super nice. Nu gaan we op naar de poezekatjes, want het is 7. Ja, hoe laat is het nu eigenlijk? 20 na 6. Oei, dan zijn we al een beetje vroeg, denk ik. Ja, dan wachten we daar. Ja, om 7 uur mochten we dus de katjes terug gaan halen. We kunnen niet wachten. We kunnen niet echt wachten, want het was toch een gekke dag zonder de katjes. Ja. Dus ja, we gaan nu van Hasselt verder rijden naar de dierenarts. En misschien tegen dat we daar zijn, is het bijna tijd. Ja. Oké, we zijn aangekomen bij de dierenarts. Alleen, hier brandt gewoon geen licht. Hier staan geen auto's, hier brandt geen licht. Heel raar. Ja, toch maar even kijken. Kijken of de deur open is of niet. Ja, misschien even gewoon kijken. Oké, we staan voor gesloten deuren. We hebben aangebeld, maar volgens mij kwamen ze echt net aangereden. Aha, kijk eens. Het licht gaat aan. Nu de deur nog open. Koud, hè? Gek om te beseffen dan toch, dat onze katten hier heel de dag alleen zijn. Of ja, alleen. Waarschijnlijk niet alleen, maar heel de dag hier zijn geweest. Kijk eens. Daar zijn ze. En zo stil. Carlos. Zo van ik weet niet wat. Jongens, dat is al een toerist. Daar zijn ze weer. Ja. In de auto. Oh, Carlosje. Carlos heeft gewoon nog niet gemiauwd. Niks. Echt heel gek. Misschien thuis terug, maar... Ik wilde eigenlijk aan, maar... Nee, wacht maar tot thuis. We gaan nu echt naar huis rijden, lekker snel. Of ja, lekker snel. Wel, rustig aan natuurlijk. Ze liggen ook helemaal op elkaar. We zijn weer een paar honderd euro lichter. Maar ja, het... Het is nu wel voor altijd, hè. Ja, dat hopelijk mogen die katten 20 jaar worden. En het zijn onze kindjes, hè, dus...
Ja, een kind kost een kind. Een kind. Een kind kost kind meer. Kost nog altijd meer. Echt niet normaal. Dus, ja. Maar ja. Nu dus op naar huis. Dan moet ik die kant op. Goed gedaan. Goed gedaan. Daar zijn ze weer. Lekker thuis. Hey Poortje. Oei. Oh. Oei. Carlos kan nog niet te goed recht staan. Ziet. Ziet, oei. Wow, die gaat helemaal zigzag. Oh, het is donker hier. Oh, kijk eens, ze gaan gelijk naar een nieuwe mandje kijken. Kijk eens, Poorie komt naast u met moeite zitten. Niets gaat komen. Oh, Sietje, die waggelt echt. Ziet de bal. Oh, ze zijn terug thuis. Ze zijn toch niet boos. Kijk, Carlos, kijk, kijk. Kijk, 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 kijk. Oh, die valt bijna. Zit, dan zit je nog zo'n beetje tussen. Zietje. Hij weet het niet, schat. Hou nee. Even bij. Och, garm. Och, nee, dat vind ik zo erg. Ziet. Dat is echt zielig. Hoe kan dat? Ja, die is die nog een beetje droog. Die staart ook zo heel gek. Ja, een beetje high, hè, Carlos. Terug thuis, hè, vriendjes. Ziet de man. Hij is echt nog niet goed wakker, denk ik, hoor, Carlos. Kijk dan, mensen. En Poer? Ja, Poertje is een beetje aan het slapen, denk ik. Is gewoon aan het genieten. Maar Carlos is toch nog echt van de kaart, hoor. Heel gek om te zien. Maar die waggelt ook echt zo, hè. Heel raar. Gewoon. Ja. Zijn niet meer uw katten dan ineens. Ja, kijk. Hey, vriendje. Ja, mama is hier. Kom. Wow, dat is echt gewoon weg van achter ook. Kom dan. Oh. Met moeite gewoon. Dat is zo zielig. Oh, maar kijk. Ja, je ziet dat echt. Dat dat weg is. Je ziet die wonden ook een beetje. Dat is wel duidelijk verschil dat het weg is nu. Kijk, zijn ze toch weer thuis hoor, de mannen. Oh, maar Carlos zijn gezicht is echt nog niet geland. Maar je weet toch dat ze thuis zijn. Oh, maar Poorie ook hoor. Hi. Holy shit. Die ogen, bo. Mijn god. Dat is was niet normaal. Poeh, je gaat vallen. Nee. Wow, maar Carlos. Je gaat in het huisje. Hoe cute. Hi, maar je maar toch even kijken. Even oh, je gaat daar liggen, schat. Super. Oh, ja. Oh. Ga daar maar liggen, vriend. Ga daar maar rustig worden. Dan moet ik al foto's sturen naar mijn mama. Wat hebben we dat van haar gekregen? Cute. Boar, hele broek is al nat. Kijk eens. Ik weet niet waarom. Ja, is waarschijnlijk gewoon plas, toch? Kan niks anders zijn, hè? Ja, vocht. Ja, zoveel vocht kan er toch niet van die wonden afkomen. Hier ligt ook op de grond, dus... Ah, Carlos, je kan even niet inhouden. Ja, zo is het plots wel heel stil in huis. Echt gek om hun niet te horen. Vooral Carlos, die gewoon niet miauwt. Poorie zit er ook maar slaperig bij. Kijk dan. Oh, die ogen ook. Carlos is daar even aan die wonden aan het lijken. Ik weet dus niet of dat wat mag. Ik heb even een berichtje gestuurd naar mijn mama. Ah, ze zegt dat het niet echt uitmaakt. Ja, mama zegt het maakt niet echt uit zolang ze het niet openhalen, de wonden. Dus ja. Wat maakt niet uit dat wat? Dat ze lekken. Oké, dames en heren, de katjes die liggen helemaal te slapen. Echt niet normaal hoe ze hier liggen. Kijk, Carlos ligt hier. Ze reageren ook. Poorie die ligt bij de verwarming. Zijn oog open. Ja, hij slaapt gewoon nog. Kijk ook hoe Carlos hier ligt. Dat is niet Carlos, hè. Nee, hij is echt heel stil. Als hij zo binnenkomen, zou die al lang. Ja. Ja, goed. Ik ga even lekker editen, mensen. En dan zometeen ook even nog chillen bij de katjes. 2 uurtjes later, maar dan krijg je dus wel zo'n mooie tijdlijn. Kijk eens aan. En de vlog is nu al 35 minuutjes lang, dus dat is helemaal mooi. Ondertussen, ik ben er dus 2 uur mee bezig geweest. Ondertussen zijn de poezekatjes helemaal weer in slaap gevallen. Buiten dat Carlos net echt, die lag bij u op je schoot. En opeens sprong die recht, hij liep naar de kattenbak en dan ging hij dus gewoon overgeven. Dus dat kan blijkbaar voorkomen als katten onder narcose gaan of dieren. Dan kunnen die overgeven. En dat gebeurde er dus wel super nice. En super nice opgevoed door ons, denk ik dan. Dat Carlos gewoon helemaal naar de kattenbak liep om te gaan overgeven. Die voelde dat aankomen. Ja. Het was gelukkig bijna allemaal erin. Buiten een paar spettertjes en niet zoveel inderdaad.
Maar dat mag dus niet meer gebeuren blijkbaar. Je hebt dat opgezocht, het moet echt bij één keer blijven. Nu, ja, we zijn zoals ik al zei 2 uur verder. Carlos ligt daarin trouwens, in het mandje, je ziet hem niet. Ja, en Puri ligt hier knock-out. Ik ben nu ook aan het praten, normaal zou Carlos door me heen praten in de vlog, maar... Ja, dat lijkt misschien zo. Dus ja, volgens mij gaan ze nog echt goede rust pakken deze nacht. En dan zijn ze morgen al veel beter. Ze zijn nu echt gewoon nog droggy. Dat is bij mensen ook zoals je uit narcose komt. Ik heb dat al vaak gedaan voor operaties. Dan ja, zit je nog even de eerste uurtjes zo niet of helemaal 100%. Tot na 2 dagen is hij helemaal uit de kat. Oh ja, 2 dagen. Oké, op internet staat, zegt Bo, dat dat pas na 2 dagen helemaal weg kan zijn. Misschien gaat het iets sneller. Dat weten we niet, gaan we morgen zien. Dus ja, maar zoals ik net al zei, ze gaan volgens mij echt de hele nacht slapen. En dan... Het is echt heel stom dat we ze zo moeten verhuizen. Dat wil ik echt. Ja, dat is inderdaad wel stom wat Bo zegt. Het ding is dus, morgen namiddag hebben we alweer bezichtigingen. En normaal doen we altijd bij de bezichtigingen de katten weg. Alleen, ik denk niet dat we het nu gaan doen. Wat denk jij? Het lijkt me heel naar voor hun om hun uit hun omgeving weg te halen, maar ja. Tja, ik weet het ook even niet. Zeker niet als ze zo zijn. Ja, als ze morgen nog zo zijn, dan zeker niet. We gaan misschien kijken hoe ze morgen zijn. Ja. Als ze nog zo'n beetje, ja, wavy zijn. Kijk, echt zo bij mij van, what the fuck. Ja, als ze morgen nog zo zijn, dan denk ik dat we best hier blijven bij hun. Die kunnen niet eens wandelen, nog niet. Nee. Maar ja, dus ja, dat zien we morgen wel. Nu nog even chillen en dan zijn we waarschijnlijk slapen. Wel nice eigenlijk dat ze meteen daarin gingen, hè. Jij zei nog daar straks in de vlog. Jij zei nog, daar, dat is het eerste waar ze aan gaan ruiken. En dat was ook zo. Ze kwamen uit dat kooitje waar er nog steeds staat. Ze liepen echt zo naar dat huisje. Een beetje zo. Ja, een beetje zigzag wel, maar ja, was wel cute. Ik ben blij dat het nu gedaan is. En ja, dat ze er vanaf zijn. Niet meer moeten doen, want dat is toch echt niet fijn voor zo'n beestje. Ja, ik vroeg ook al aan de dierenarts mensen van... bestaat het nog dat mensen dat niet laten doen bij hun katten? Want Bo die liet mij een beetje twijfelen. Die was echt zo van, ja, hoeft dat wel? Maar het hoeft dus wel echt. Zeker als je ze binnenhoudt ook. En als je ze buiten laat trouwens ook hoor. Maar het is niet meer van deze tijd dat je je katten niet meer laat castreren. Het is bijna, ja, katerzeker, hè? Katerzeker. Want ja, die kunnen dus sproeien zoals we al zeiden. En dat stinkt. Nee, sproeien, ah, die sproeien sowieso. Ja, dat is waar. Ze sproeien sowieso als ze dus volwassen worden. En dat stinkt enorm hard, dat is echt niet oké. Dus het is bijna een verplichting om ze te laten castreren. Maar ja, ik had het toch maar even gevraagd. Ja. Dat ik me niet schuldig moet voelen. Is dit wel normaal dat we dit doen? Nou ja, toch wel. Zo, dames en heren, dit is wel echt niet normaal hoe rustig de katten nu zijn. Puri die heeft echt een uur lang op mijn schoot geslapen zo net. Hij gaat zich nu terugleggen hier. En Carlos, ja, die is gewoon echt knock-out. Die ligt hier gewoon nog steeds in te slapen. Hij heeft zich net even herlegd, kijk eens. Ja, ze zijn echt moe. Dus ze zullen waarschijnlijk al nog de hele nacht slapen. Wij gaan ook lekker slapen, mensen. Dus ik ga de vlog hierbij laten. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet vooral niet te liken, te reageren en te abonneren. Hij herlegt zich weer een beetje. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de lange vlog. Ik in ieder geval wel. Ik ben super blij dat hem zo lekker lang leuk geworden is. Dus... Ik zie jullie morgen weer om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao!